Oh, maar kan je nog lopen? Huis? Gaat het? Oh. Sick, Tim. Ah, maat. Ik kan... IJs. IJs. IJs, deze auto gaat gezocht worden. We moeten weg, IJs. Oh, ik kan niet lopen. IJs, hoor je mij? Ja. Hé, hey, ik heb nog een paar packies die ik moest brengen. Wil je dat gebruiken? Nee, Peter, dat is geen goed idee. Oh. Welk woord was Boriari? Oh, man. Dit is allemaal jouw schuld. Zie je wat je met me doet? Oh, alles is mijn schuld. Al je vier vorige huwelijken die afgelopen zijn, zijn ook zeker mijn schuld. Oh, maat. Ja, tuurlijk. Het is allemaal Peter. Het is allemaal jouw schuld. Het is allemaal Peter, Piet hier, Piet daar. Oh, maat, moet ik... Het had gewoon bij Pieter Post moeten blijven. Oh, weet je die tijden nog? Ja, goede tijden. Oh. Het is alleen maar ellende met jou. Maat, ik kan niet meer. Kom, probeer. Ik ga in die bosje liggen. Peter, scherm, man. Ik denk dat we gestopt worden, maat. Ik denk het, ik weet het wel zeker. Maat. Help. Je hebt echt een harde klap gemaakt. Help. Ik wil weg hier. Hou me weg van deze duivel. Wat? Wie zijn... Hou me weg. Maat, wie noem je duivel, maat? Jij brengt me alleen maar op slechte ideeën. Weet je wat het probleem is? Is dat je onder het zand aan het kruipen bent. Ik ben een mol geworden. Help. Auto's. Peter. Oké, bro. Niet schrikken. Dit is adrenaline spuit. Ja, daar gaat hij. Oké. Niet schrikken. Wat doe je? Maat, hier krijg je adrenaline van, man, bro. Dan vergeet je even de pijn. Dit is jouw schuld. Hey, dit is niet een... Bro, waarom moet je mij slaan? Waarom moet je mij slaan, maat? Dit is niet een spuit om te vechten, maat. Het is gewoon om even op kracht te komen. Waarom moeten we weg hier? Kom deze kant. Ik heb een idee. Wat is het idee? We gaan de taxi bellen. En dan gaan we... En dan zullen we de... De kosten delen? Bellen. Oh, wat wij zeggen? Ja, we delen de kosten, ja. Goed, man. Laten we wel even hier in de bosjes liggen, man. Oké. We moeten niet als ijs en... Wat zeg je? Oh, buk. Maat, iedereen ziet die blingende ketting van je. Wat zeg je? Niet als wat, zeg je? Niet als Peter, Piet en IJs klinken. Oké. Niet als andere mensen klinken. Oké, wat voor stem moet ik opzetten dan? Oké, geef me een naam. Man. Jij bent Sjaak. Oké, en jij? Maar als die artiest Sjaak... Skibidi, bap. Ja. Oh, ja, toch? Je moet zeggen, ik heb schaait aan de overheid. Ik heb schaait aan de overheid. Opgerold en weg is je moe. Ja, toch? Ja. En jij bent? Niks te verliezen, mijn lijf naar de klauw. Eet ze rauw. Eet ze rauw, oké. Ja, hallo. Dankjewel, jongen. Hoe klinkt dat? Klinkt als die oom van je. Ja, ik heb een beetje van hem geleerd. We moeten low-key blijven nu, ja? Ja. We moeten weg uit de stad. We moeten de boer vinden, anders gaat hij... Anders zijn we te low. En we moeten ook nog die ene kei omleggen. Oh, weet je wat wij moeten doen, man? Oh, man. Dit is allemaal jouw schuld. Jullie hebben allemaal Peter schuld. Noem maar Peter schuld voor het daar, man. Tyfus, jong. Ja, jij bent een fucking tyfus, jong. Nou. Rustig. Taxi! Hey, meneer, rustig. Jongens. Stap in. Ja. Waar moet je weer, heren? We moeten naar het noorden. Hé, meneer, hebben jullie ruzie? Nee. Zoals we elkaar een box aan het krijgen. Wie? Ik ken mijn collega. Wie is dat? En jullie zoeken Fitia? Hé, meneer, rustig. Kom dan. Hé, Roman. Hé, rustig. Allebei rustig. Hé, nee. Lof naar jou, taxichauffeur. Lof naar jou. Ja, lof naar jou terug, man. Als je me niet pit. Hé, goeiedag, jongens. Mijn naam is Sjaak. Skiddy, hap. Helemaal leven naar de klauw. Kan je voor ons gaan, kunnen jullie een navigatie zetten voor mij? Ja. Wat een gevaar op de weg allemaal. Ja, allemaal mensen die niet kunnen rijden. Skiddy, hap. Mensen kunnen niet rijden, skiddy, hap. Sowieso, meneer. Mijn naam is Sjaak. Sjaak. Goeiedag, Sjaak. En hoe heet het allemaal, meneer? Boris. Boris. Hé, jongen. Hoe gaat het, Boris en Sjaak? Ja, gaat best wel goed. Met mij gaat alles lekker, grap. Skibidi, pap, hiep, hap. Skibidi, pap. Skibidi, pap, boem. Parapapam. Ik kom binnen zo van hoe, pap.
Hey, grap. Bim, bim, boom. Skibidi, ba, ba, ba. Peter, ik zei dat je niet moest opvallen, lul. Ik val niet op, maat. Ik dacht, Sjaak zijn Peter, of wel? Wat? Sorry. Ja, Peter allemaal hetzelfde. Waarom noem je mij Peter? Skididi, papa, papa. Waarom noem je mij Peter? Papa. Skididi, papa. Sorry. Maar goed, worden er nog een beetje criminelen gezocht de afgelopen tijd in de stad? Of, Wij zijn geen politie, wij zijn taxi. Ja, toch, maar jullie hebben ook een noodknop en zo, toch? Ik nog niet, ik ben net gevonden. En ik weet niet wat de noodknop werkt. Ah, helemaal prima, joh. Skididi, papa. Maar ik hoop dat wij die niet hoeven te gebruiken. Nee, helemaal leven naar klauw. Nou meneer, ga zingen dan. Ik hoor dat je zangkunst hebt. Dan kan je vast wel even voor ons een mooi muziekje draaien. Zie ik uit een circus, hapje voor jou? Nou. Je gaat toch niet zomaar iemand... Ik heb een mooi glad hoofd, jullie allebei. Oh, wie zijn deze taxichauffeurs? Wij zijn de beste taxichauffeurs van... Ja, gedraag je dan er zo naar en ze hebben niet mijn kale hoofd te beledigen. Nee, die beledig ik niet. Ik zou mijn collega pakken. Ik ben zelf ook kaal geweest, meneer. Dat is toch fijn? Dan hoef je nooit je haren te doen. Heb je gehoord over die... Top, joh. Wat gebeurt hier dan? Hebben jullie gehoord over die ANWB die is gestoken? Heftig nieuws. Nou man, niet gehoord. Waarom rijdt u zo langzaam, mag als ik vragen mag? Nou, hier zit eigenlijk een flitser. En als je het niet erg vindt, wil ik dit niet pakken. Daarna zal er vals ook speciaal voor jou wat gas geven. En waar gaat de rit naartoe? Schiet die pap op. Nou, uw collega heeft een navigatie gezet. Ja, we gaan lekker naar huis toe. Hebben jullie een vrouw? Wat zijn dat voor vragen, man? Maat, Ja, ik dacht, misschien ga ik lekker eten met je vrouw of zo. Maat, ben je undercover politie? Wat zijn zoveel vragen, skididi pap pap? Ja, gewoon een beetje gezellig houden in de auto, toch? Loop helemaal uit de klauw. Hey, is er nog grenscontrole hier? Ik weet het niet. Moet ik anders voor u omrijden, of... Nee. Je doet alsof wij criminelen zijn, man. Nee, maar jij vraagt ineens aan mij, is hij nog grenscontrole? Ja, is toch gewoon een normale stem. Maat, jij stelt mij ook algemene vragen. Ja, maar jij zegt een beetje met een gestresste stem. Met een gestresste stem? Jij vraagt of ik een vrouw heb, of ik thuis ga eten, of ze even om even gekookt, wat ze heeft gekookt, wat ze aan heeft. Ik vraag aan jou alleen grenscontrole. En jij zegt, moet ik omrijden, alsof ik een of andere crimineel ben. Skididi, pap, piepkou. Wij zijn gewoon nette burgers, taxi. Ja, we zijn niet zo van gediend dat u ons zo behandelt. Nou, sorry, het spijt me. Geen probleem. Mag ik zal u blijven? Ik zal het voor de rechter slepen. Maar sorry. Hè? Maak je stem. Ja. Ah jongens, kunt u even een tussenstopje maken? Tuurlijk. Bij de tankstation om wat drinken te halen. Tuurlijk. Ik zal even kijken. Ja, we komen naar de tankstation geloof ik. Laten we gaan. Oh ja, deze winkel. Oh ja. En nu ga je mij die fucking sleutel geven! Hey, rustig. Jij hebt ook een mes op je keel. Rustig. Mijn collega heeft de sleutel. Geen één graden beweging en jullie gaan een mes in de nek krijgen. Okay. Hebben jullie mij begrepen? Ja. Pas op, handen omlaag, laat ik mijn auto langs. Oké. Ik doe de handen maar weer omhoog. Rustig aan. Rustig, as. Gaan we langzaam uitstappen. Oké. Jullie gaan met de... Hé, wat doe je? Oh, ik heb mijn sleutels geven nu. Omdraaien, snel. Mag ik even de deur open? Ze leggen in het kast. Maat? Als jij instapt en je durft weg te rijden, dan gaat de andere eraf. Communicaties. Wacht. Ik heb ook gewoon een vrouw en kinderen, hè? Ja, we gaan je niks doen. Geef me de sleutels. Draai je communicatie dan. Draai je om, pak. Zet die mes op hem, ja. Draai je om. Pak even de sleutels voor jullie. Hebben jullie niks gegeven? Wat zei jij? Moet ik hem steken? Moet ik hem steken, IJs? Nee, doe maar niet. Maat, rustig, hè? Geen gekke bewegingen. Oké. Sorry, jongens. We hebben de taxi nodig. Is goed. Kom, collega. Moeten we ze niet die factuur nog... Nee, laat maar. Oh shit, wat hebben we gedaan? Ja, maat, dat gaat helemaal idee, van. Ik heb een idee, Peter. Waar gaan taxichauffeurs zijn, ja? Zo, misschien moeten we die cowboy zoeken. Die cowboy? Ja, die gaan we nooit meer kunnen vinden, denk ik, man. Ja, dat is de plan. We moeten hem vinden, die boer. Het is een boer, geen cowboy. Oké. Hoi, we zijn van de taxi. Je moet een nieuwe naam hebben. Ik heb gemerkt die Sjaak en... Ja, die zijn alweer fucked up. Ja, maat. Beetje verdacht al, die autootjes. Oh, maat. Kom er toch in. We komen toch allemaal in de problemen. Wat doet deze? Weet ik niet. We gaan even terug naar Plaats de Lik. Witwassen. Je moet even terug met de taxi naar Plaats de Lik. We worden niet zomaar aangehouden. Waar is die ABB-auto? Staat hij er nog? Ja. Kijk die boeren. En die boeren daar? Ja, kijk, daar zijn die boeren. Ik zal even kijken of ik ook een beetje boers kan. Maar niet met die cowboy-ding om. Dat was een cowboy, dat was geen boer. Dat was een boermaatje. Deze campervan, jongen. Kom, we gaan hem ondervragen. Oké, wees maar vriendelijk. Wees dat hem niet. Ik kom
Zaterdag, ik kom morgen nog en mijn stiefbroer al kom mee. Hé, hey, een goede dag. Dag. En dat is ook niet jong. Lekker goeie man. Dag Peter Piet. Peter Piet, hoe kent u mij nou weer? Hand omhoog jij. Meelopen, meelopen. Kom met mij mee, kom deze kant. Hé, was dit net die dekei van net? Ja, dit is een kom. Nee, wat doe je nou? Jawel, ja, dat Louis-tas, jong. Pak je tas, pak je tas. Loop met ons mee, snel. Hé. En nou wel moeke? Moeke? Wat is moeke? Wat is moeke? Ik word helemaal gek van die taal. Nou, waar moet ik? Ik word zenuwachtig, schiet op. Schiet nou op. Naar mij toe, achter je. Hier, meelopen met mij. Hé, niet zomaar rennen. Ik ga gewoon naar de auto. Wil jij meewerken, is er niks aan de hand. Snel. Ja, jij denkt even dat jij... Oh ja, ga maar voorin. Zet dat ding op zijn nek. Dit is hem 100%. Hé, hey, jongeman. Oké. Voordat je verder gaat praten met de officier naast je, ga ik je even wat uitleggen, maat. Wij tweeën kunnen niet tegen leugens, ja? Wij tweeën zijn heel erg geprikkeld en het gaat op dit moment niet heel goed tussen ons, maar ook niet gewoon alles niet, snap je? Dus je hebt nu een mes op je keel. Bij een verkeerd antwoord wordt die gelijk geprikt. Heb je dat begrepen? Ja. Oké, wij waren net onze auto aan het repareren. Toen kwam jij achter ons parkeren, correct of niet? Nee, niet correct. Er zijn meer mensen met zo'n kleren mee, hè? Hebben we de fucking verkeerde? We hebben de verkeerde. Oké, ken jij een boer met een Louis-tasje? En probeer nou niet geen held te spelen of hem te verdedigen. Hij heeft precies dezelfde outfit aan, maar dan heeft hij een Louis-tasje om. Ik heb er twee hier rondlopen. Wat betekent rondlopen? Rondlopen. Dit is hem wel, Peter. Hij heeft ons die fucking aan mijn benen zien steken. Nee. Ja, dat ben jij. Oh, maat. Nu heb je tegen... Als hij het niet is, heb je tegen hem gezegd dat we aan mijn benen hebben gestoken. Oh, maat. Ik ben zo moe vandaag. Ik denk toch dat je de verkeerde hebt. Uitstap jij. Verkeerde. Loop naar die vuurtoren. Euro. Wij weten veel. Geen rare moves maken. Ik zou niet durven. Maat, het ligt aan ons, niet aan jou, ja? Begrijp dat goed. Maar soms... Hé, ik hoor wat. Ik hoor een boot. Waar? Kijk daar, een boot in de verte. Ja, ik zie het. Collega, heb je hem al... Heb jij hem al gefouilleerd? Dat gaan we nu doen. Gaan we naar de vuurtoren toe? Ik ga u even fouilleren, meneer. Wat doe je met al die tarp op zak, joh? Verkopen. Oh, shit. Ik denk dat dit hem niet is. Peter, wat moeten we nou doen? Oh... Wow... Trek je kleren uit. En zwem zo ver je kan. Dit is de laatste kans. Laten we jou niet meer zien. Hey! Ah, shit. Ik ben in het water gevallen. Tering. Ah, maat. Oh, eigenlijk best wel lekker voor die afkoeling. Ja, dat wou ik net zeggen, maat. Zo. Lijkt me kled is nat. Oh, wow. Je weet wel dat hij hier een melding van gaat maken, hè? Nu we hem hebben laten gaan. Moet ik proberen, motherfucker. Stap in. Oh, shit. Zie jij nog boeren hier? Ja, ik zie er nog wel een paar, man. Ik zie alleen tractors staan. Aardig rust hem, ja. What the fuck? Sinds wanneer kan jij boers, maat? Een koe in een sloot, aap, ja. Wat? Een koe en een aap in een sloot? Wat zeg je nou? Zullen ze hier zijn? Het bevalt me hier wel, man, Peter. Ja, lekker rustig, hè? Misschien moeten wij ook boeren worden, man. Ah, oké. Oh ja, trouwens. Om je nog te herinneren, er gebeurt zoveel. Maar we rijden ook nog steeds in een gestolen taxi, hè? En die ene... Wow, we hebben die ooggetuigen, hebben we... Wow, wij zijn zo de lul, hè? Zo, ik zou gewoon taxichauffeur kunnen worden, maat. Ja, maat, dat vind ik. Oh. Maat, wat de fuck doe jij? Kijk, je ziet toch daar dat hij staat? Stop! Ja! Hoezo redden jullie zelfs in het. Nee, als. Nee, niet doen. Hoezo redden jullie uw brood in een taxiauto? Omdat we taxi zijn, joh, lul. Moeten we jou ergens heen brengen? Stap in. Je motor is kapot. Nee, stap in. Ja. Maat, veel succes. Bel ambulance. Veel succes. Komt er leger over, Peet? Leger over, nee, jongen. Ik heb... ik denk dat wij nu even niet in contact moeten komen met andere mensen. Ik denk dat dat misschien wel het meest verstandig is. Want iedereen met wie wij in contact komen, wordt doodgestoken. Ja, maat, hoe gaan we geld verdienen dan, lul? En je rijdt 80 keer hetzelfde rondje, maat. Ja, maar ik weet niet... Wacht, laat maar... Laat mij rijden, man. Nee, ik rij wel. Ziet er ook niet uit. Bro, er is maar één optie. We moeten terug naar de stad. Fuck, ik kan maar vast. Oh, die jongen, als de politie langskomt, man. Ik vind het niet fijn. Oh. Doen al die vrachtwagens in de stad tegenwoordig. Hé, dat is politie ook, hè? Ja, dat is waar. Oh, net was er geen grenscontrole. Ik hoop nu ook niet. Zo, kijk, die teller is oplopen. Tering, ja, ik heb niks te maken met die teller. Ik ook niet. Ga hem ook niet betalen. Hé, maat.
Yo. Heb je ritje nodig? Ja. Stap maar in, jongen. Nee, Ren is gezond. Ah, maat, is vandaag 50% korting. Oh, sorry. Nou kan je niet meer lopen, pik, hé. Hey. Dan maar, moet ik jij wel. Hier gaat dus ritje, joh. Stap maar in, jongen. Waar moet jij heen? Richting Vinewood. Is goed, dan rijden we jij even naar Vinewood, maat. Wat is je naam, kerel? Ik ben Luca. Luca? Ja. Wat doe je voor werk, Luca? Ik schiet op polities. Ah, kijk eens aan, wij kunnen praten, joh. Hoeveel agenten schiet je wel eens per dag dan? Ja, verschilt, hè. Ah, kijk eens aan, jongen. Hij bent een flitspower, collega. Ja, wou, die auto gaat zo langzaam, doet me niks. Oké. Mijn leven is toch al verwoest, kunnen die boetes ook nog erbij. Moet je hier bij de garage zijn? Oh. Hoppa, maar. Al die motors, joh, de hele dag. Hey, maat, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar je hebt mijn auto beschadigd, pik. Hoi. Zo, die is even in een traumatische staat, hè? Hallo. Ja, dat is flinke. Dat is flinke, maar kijk, dat is de zijkant, jongen. Betalen wordt dat. Daar wordt mijn baas niet voor gekomen, jongen. Weet je hoe hard wij werken als taxichauffeur? Dat gebeurt, toch? Ja, dat gebeurt. Je moet gewoon uitkijken uit je doppen, maat. Betalen. Welke lamp heeft hij? Welke lamp? Hier is rood. Paars. Centen wil ik zien. Centen. Hoeveel centen? Kijk eens aan, dat is de rekeningnummer. De IBAN. Het is met de centen. Ah, kijk eens aan, dank je. Dank je. Besta. Hey, besef je dat dit gewoon mijn fout was eigenlijk? Ja, ik moest stoppen. Helemaal niet uit. De kater moeten we zien, maat. We hebben nog veel schade te betalen. Hey, we moeten die pepen nou dacht ik ineens. Naar een garage, maakt niet uit. Naar een garage, nou dan brengen wij jou even bij die Eclipse daar ook. Weet je wel. Oh, weer fijn om terug in de stad te zijn. Ah ja, laten we genieten zolang het nog kan. Oh. Kijk eens, dat is onze driver, jongen. Maar zijn jullie echt Florian taxis, Schumacher. Wat zeg je? Zijn jullie echte taxis? Ah, wij zijn taxis, ja. We hebben ons eigen bedrijf gestart, ja. Het is niet dat we deze auto hebben. Taxi of zo. Ja, er moet nog een T voor, als tuberculosis. Ah. Ze zijn de thee vergeten, weet je. Ik heb een rood lampje, collega. Ja, we zijn er bijna. Dat je ook bent. Moeten we even, ANWB bellen. Ja, laten we dat niet meer doen. We zijn er bijna, hoor. Ah, we zijn er bijna. Moet dat eens even ANWB misschien te connecten. Moet je deze bocht eens kijken? Oh. Oh. Doet die even, hoor. Kijk eens. Nou, daar zijn we, jongen. Dat is toch 5 roodjes, alsjeblieft. Hey, Luca. Kerel. We komen even je maat brengen. Oh, toppie. Ah, ja, dat wordt 5 ruggen, maat. Weet je wat, collega, laten we niet opkomen. Laten we het zitten, man. Er zitten al in genoeg problemen. Zijn jullie taxi of niet? Ja, we zijn taxi. Maat, waarom zouden wij geen taxis kunnen zijn? Leg me dat één keer uit. Waarom heeft iedereen de vraag, zijn jullie wel taxis of niet? Ja, je hebt het pakje niet aan. Ja, maar als je wat een taxi pakje? Je ziet dat ik een Louis truitje aan heb. Oh, sorry. Die zou ik even niet. Dus ja. je denkt niet dat we dit soort dingen kunnen betalen voor onze taxibaan? Wie gaat ze nou goed betalen? Wordt een beetje agressief nou. Hier, deze persoon gaat betalen. Oh, ben je bij de hand aan het doen, maat? Ben je bij de hand aan het doen? Laat me mijn scootertje niet uithalen, vriend. Laat me mijn scootertje niet uithalen. Ik pak er even die grote AK uit en ik spray je om. Oh, dit. Gaat hij onder sprayen? Ja, doe het even normaal. Yo, later, kerels. Oh, hij stelt je taxi gewoon. Hey, IJs. IJs. Hey, ken je deze man, IJs? Want ik ga eentje slaan hier, jongen. Hoe is het met Jeff? Hij staat net te bedreigen dat hij iets uit zijn... Scootertje. Je moet wel goed zeggen, hè. Maat, ik ga je toch een pomper geven, jongen. kom dan. Kaka Chief, hoe is het? Oef. Yo, brother, hoe is het? Ja, rustig, man. Met jou dan. Oh. Wat lief voor je. Nou, een beetje pijn aan marges nou, maar voor de rest gaat het wel. Au. Kom, kalle. Wat, hè? Niet fokken, man. Oh shit, ik moet mijn levering kwijt. Is goed. Rijd je nog, rijd je nog? Yo, ik ga toch mee. Hij gaat mee? Nou, je moet betalen nog, maat. Ik kan niet betalen, yo. Ik denk dat we echt niet meer zulke ruzies moeten maken op dit moment, man. Nou, we worden iets te veel gezocht. Helemaal verneukt. Maat, ik zeg je eerlijk, moeten we ze niet eraf halen? Wie? Die guys? Ja, ik heb dreigd met zijn scooter om AK te pakken, maat. Ja, het schijnt de goede kant van ons te zijn. Oh, dit is weer een klant. Ja, dat gaat ervoor naar... Disrespect ons maar, als er maar klanten zijn. Maat, doe nou niet. Irritant. Maat.